ik sluit me helemaal aan bij de woorden van mijn collega als het gaat om de complimenten, als het gaat om de bedankjes. Maar eerlijk gezegd moet ik wel aangeven, ik heb hier 35 jaar op gewacht. 35 jaar, vanaf 1979 tot en met 2010 ging ik dagelijks, met uitzondering van vakanties natuurlijk, ging ik dagelijks naar Haaksbergen. Dagelijks met een heleboel andere mensen gingen we naar het noorden. En u kunt zich voorstellen, als je dan door Eibergen komt, als je op de weg met allerlei langzaam verkeer te maken krijgt, hoeveel verwensingen, en niet alleen ik, maar ook alle andere weggebruikers, daar geuit hebben. Dus wij zijn heel erg blij dat deze weg er nu ligt.